قلنا قد لا يصدق الآن الكلام الذي يقوله الكاهن أو المنجم أو الرمال. نعم. We hebben gezegd dat bijvoorbeeld hetgene wat zo iemand zegt in horoscopen of een waarzegger, het hoeft niet per se zo te zijn dat je het op dat moment niet moest geloven. يقول... Het gaat erom dat als jij het ook later gaat geloven, dan verval je ook in de zonde. يقول أنا أتسلى فقط أقرأ قراءة عادية. Hij zegt ik blader alleen, ik lees alleen net zoals ik een krant lees bijvoorbeeld. نقول هذه القراءة العادية تجعل 40 يوم لك الصلاة غير مقبولة. Deze manier van lezen, dus het maakt niks uit hoe je leest, wat voor manier je dan ook leest, jouw gebed wordt 40 dagen niet geaccepteerd. نعم. وقد تصدق لأنهم يتكلموا بأشياء تقع لكل الناس. فلو صدق ولو بعد أيام كفر بمنزل محمد صلى الله عليه وسلم. En het kan zijn dat je op dat moment er niet in gelooft, maar het kan zijn dat je er wel in gaat geloven. Waarom? Vanwege de woorden die ze gebruiken en bepaalde zaken die vaak waarheid bevatten. En als je er dan in gaat geloven, dan ben je ongelovig geworden. Ook al is dat op een ander tijdstip dan het tijdstip dat je had gelezen, dan ben je ongelovig geworden aan wat aan Mohammed (s.a.w.) geopenbaard is. Ja.